De partij is ook op korte tijd heel groot geworden, snel groot geworden, snel gegroeid. Is dan lastig om politiek personeel te screenen? Als we eens kijken naar de voorbije legislatuur, op 5 plaatsen is er een periode van onbestuurbaarheid geweest. En het was telkens een locatie, een plaats waar de N-VA mee in de cockpit zat. Die screening van politiek personeel, dat wordt lastig als je zo snel groeit. In het bijzonder stelt inderdaad het probleem zich bij de N-VA, omdat men op zeer korte tijd die lokale afdelingen vorm heeft moeten geven. En we weten niet altijd wie men aan boord haalt. Ja, en je stelt vast, oftewel kwamen er novieten aan die eigenlijk amper enige ervaring hadden in wat is een politieke partij, wat zijn normale processen in een partij, wat zijn acceptabele actievormen enzovoort. Maar in zeer veel gevallen kreeg de N-VA ook nogal wat mensen op bezoek die voordien al in een andere partij hun onderkomen hadden gevonden. En omwille van uiteenlopende redenen die terug hebben toegekeerd, in de N-VA kwamen en ook niet altijd voor een meest solide basis hebben gezorgd. Hè. Dat vertaalt zich dan in toch wel die eerste 6 moeilijke jaren van de N-VA in onze gemeenten. En dat kleurt voor een stukje toch ook wel de uitslag van gisteren. Ja, en partijen gemeenten waar de afgelopen 6 jaar dan die onbestuurbaarheid er geweest is, die is de N-VA dan kwijt, dat komt niet meer terug? Voorlopig toch niet. Als ik bijvoorbeeld de uitslag van Turnhout bezie, dat is geen schitterend verhaal van N-VA nu. Altijd gevaarlijk om op basis van 5, 6 gemeenten algemene wetmatigheden te gaan definiëren. Maar dat zijn verhalen in gemeenten, in kleinere gemeenten. Ja, wat er in een stadhuis, wat er gebeurt van conflicten, ruzies, dat gaat rap over de tong onder de mensen op het voetbalveld, in de bus of in de cafés.